Kijk eens, we zijn hier met Sydney. Ja, ja. En we zijn aangekomen op het water waar we van de week ook hebben gezeten. Net gehoord dat er mensen zijn weggegaan. En wij komen aan en het is toch leeg. Dus dat is toch even lekker is dat hoor. Hey. We gaan de hengeltjes opbouwen. En wat gaan we vangen? Spiegeltje en een monsterschub. Kijk, dat horen we graag. Zeker. Sydney is ook druk met zijn hengel bezig. Waar ga je mee vissen? Laat het zien. Met een... Ik moet een stoppetje nog wel doen, maar een bol met twee nepmaisjes. Kijk eens. En ik heb ook mijn eerste hengeltje klaargemaakt. Zoals je ziet, tijgernoten met gekruste tijgernoten en een hennep van tijgernotenkopen.nl. En dan één single tijgernootje erop gevist. Ja, dat gaat hem gewoon doen. Vorige keer ook op een tijgernoot gevangen. Dus moet goed komen. Zo zit niet. Je kan wel zien dat de kappers dicht zijn. Ja, echt wel. Want ja, hij zit niet. Maar vertel jij eens even hoe jij die hengel van jou erin gaat rossen. Varend. Varend. En wat heb je eraan? Een eigen hulp met een poppen. Even kijken hoor, ik zoom even in. Oh ja, 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 ja. Ja, dat ziet er perfect uit. Ja, en wat gaat de stek worden? Aan de overkant, straks tegen de overkant, achter de lelies. Mooi overhangend bosje. Zo, je ziet het slecht. Je ziet het heel slecht. We hebben het tegenzon. Maar ik geloof het wel. Gaat hem worden. Gaat hem worden. Zal ik even helpen varen? Ja, doe maar. Best. Ja, ja, hengeltje 2 is er klaar voor. Een mooi single pop-upje op een berg met hennep en gekruste tijgenoten. Jongens, dit gaat hem toch worden. Eerlijk, al was je een karper, zou jij het dan eten? Ik eet alles. Kijk, daarom. Naast dat je voor de karpers een lekker voertje moet hebben. Echt, we geven jullie tips qua eten, jongen. Dit is lekker. De kipjoppie van Joma. Geen reclame, niet eens gesponsord, hè, maar gewoon gratis reclame met kruidenboten. De hengeltjes liggen er nog rustig bij. En wat helemaal lekker is, is dit. Oh, joh. Zo. Kwaliteit, hoor. Ja. Zo. Ik krijg gewoon een DW-burger, hè. Voel je niet vereerd? Ja, zeker. Normaal zijn die in de winkel, kan je die niet kopen. Nee. Nou, als we dit eten, dan moeten we wel wat spannen, weet je. Ja, mooi. Kan niet anders. Kan niet anders. Lekker man, we gaan smullen. Zo! Volle fluiten, Goos. Volle fluiten. Hangt die? Ja. Lekker man. Echt volle fluiten. Wordt zo piep. Ik zeg, hey, dat is die verre. Oei. Zo, zijn kop schudden en gek doen. Hij sprong uit water, hè? Ja man, in de lelies. Hij is wel uit de lelies, toch? Ja man. Oeh, dat was een aardig sprintje. Had je al gewacht zo vroeg? Nog nooit zo hard gesprint. Nee, mooi. Ja. Ik ben gelijk helemaal moe. Ja, zou dat nou komen? Ja, niet gevoetbald. Lekker man, ik ga het schep net halen. Ja, doe maar. Wat een baas. I know! Die vis, ik schep hem. En hij spart het. Kijk, dat heet hij. Helemaal mijn voeten nat. Is het nou weer? Lekker. Zo, je hoort wel bij de DW Club heb ik gezien. Gebroken toppie. Netjes. Ja. Netjes. Oh, maar wat een baas. Gewoon binnen. Hoe lang? Ja, een uurtje denk ik. Denk ik ook. Dit is nog als laatste. Oh jongens, wat komen hier toch lekker. Even langs kielen. Nou, dat is helemaal niet verkeerd die coronatijd, hè? Zeker. Je hebt echt mooi uitzicht met... En dan ook gewoon al een mooie vis erbij. Kijk eens, puntje gaaf. Laat jij eens even zien. Zo, hij is aardig spastisch. Ja, kijk eens. Mooie vis. Vertel eens wat even. Ja, ja. Hij lag een uurtje in. Tussen een leliebelt en een omgevallen boom. Klein compact voerstekje erbij. Boilie met twee met nepmaisjes en dat deed hem. Ja, wel een mooi punt gaf visie. Ja man. Alleen die staart is raar. Oh. Even kijken, moet je zien dan. Ja, kijk, heel iemand apart. Iemand erin heb lopen knippen ofzo. Wel ook echt heel apart. Punt gaf Bekkie. Ja, een mooie vis. Zeker. Blij mee. Hoppa. Wij kunnen weer zwemmen. Hij heeft wel mijn schoenen nat gemaakt. Dus kijk. Ja. Terecht ook. Nou, ik heb helemaal niks meer staan. Jij ramde die haken en bakkers. Ja, ik deed die zelf. Ja, mooi. Gewoon zijn eigen fout. Ik kan lekker zwemmen. Perlen blazen en gaan. Ja.
Lekker man. Kom aan. Goeie ochtend, dames en heren. Ik had het eigenlijk niet meer volop verwacht, maar toch liep hij af. Ah, zit hij nou ook weer de lijn heen of niet? Volgens mij is hij niet zo groot. Maar de hengel met de tijgenoot liep toch wel af. En dat is toch lekker, hè? Zeker. Lekker op je sokjes in de ochtend even een lekker karpje drillen. Net licht. Voel ik nog niet op. Maar ik vind het helemaal top. We gaan er even achterin. Nou jongens, zoals je ziet zit hij perfect gehaakt. Hij zat even door het net heen, dus ik heb hem uitgehaald. Maar hoe kan je hem nou best onthaken? Drukt eigenlijk op de achterkant van de haken. Dan valt hij er zo in één keer uit. Op de single tijgenoot van tijgenotenkoop.nl. XL tijgenoten. Ja, dat is lekker hè. Toch wel, denk ik, een vis van rond de 10 kilo. Dus we gaan even wegen. Noem even een half uurtje in de zak. Want dan is het zonnetje op, kunnen we mooie foto's maken. En ik ben weer er helemaal blij mee. Super. Kijk, ik zit nu op mijn weg Maastro. Hoeveel zegt hij? Ja, mazzel. 14,5 kilo. Heel ziek. Nou, ah, de mat moet er nog af. Dus dan komt het op. Hoeveel lengte af? 13 kilo. Zo, jongens. Zoals je ziet, het voerbakje ligt weer, ja, niet heel vol. We zitten ook niet super lang meer, maar tot 11 uur, want ik moet gewoon naar school. Daarom een klein beetje voer, heel wat hennep, 10 tijgenootjes erbij en we varen er even snel uit. Ja, we moeten snel nog even één aanbeetje verzinnen. Voor het mooie wel, ja. Voor het mooie wel. Ja. Even nog een bakkie. Ja. Een spiegeltje, hè? Ja, een spiegeltje wordt al tijd. Het wordt wel tijd, hè? Ja. Voel jij het? Het is spiegeltijd. Ja, man. Daarom. Hey, jongens, ik denk een half uurtje later net engel uitgevaren. Piep! Nou, weer een run! Weer een run. Ja, het was spiegeltijd, hè? Dus het kan gewoon niet anders dan dat het moet gaan lukken. Even door de lelies kijken. Ja. Niet te veel kracht zetten, maar wel gewoon sturen. Oh, dat is lekker, hè? Ik hoor zo piep, piep, piep. Als een malle rende. Oh, wat is dat lekker, joh. Wat is dat lekker? Is die dan? Het visje die als tweede afliep. Ah, niet zo'n hele grote. Er zitten hier heel veel spiegels op het water, maar op de een of andere manier. Vangen we alleen maar schubs. Maar maakt ook niet uit. Kijk, punt gaat visje. Prachtig visje. En dat doe je toch voor. Weer een heerlijke fluiter. Ik was lekker aan het chillen op mijn stoeltje. En piep. Nou, dat vind ik toch altijd lekker, hè? Dat je gewoon zo zit en dan hier gewoon die swingen tegen die R3 pieper zo aan ziet knallen en gelijk drillen. Oei. Wat is het geniet. Ik laat nou even de andere kant zien. Hij heeft wel een mooie kleur, man. Ja. Hij is wel drukjes. Echt een mooie kleur. Kijk eens, super mooie vis. Mooie kleur. We gaan even een fotootje maken en dan kan hij weer terug. Lekker, man. Kom eens zwemmen, de strijder. Tweede van de ochtend. Kijk of hij er zin in heeft. Nog niet echt. Ja, dan gaat het. Kijk. Hoppakee. Lekker groot. Gaan we gelijk even zijn broeder denk op de foto zetten, of niet? Ja. Dat vind ik heel veel plan. Zo. Direct weer even het hengeltje uitvaren. Het is weer ongelooflijk lekker, jongens. Hetzelfde als daarnet, hij liep snel af, niet te veel voer. Beetje hennep, een paar tijgenootjes erbij. Ja, dat moet gewoon lekker beuren. Dus daar gaat hij weer.
met een lekkere bootje van Fishfin weer perfect op zijn plekje leggen. Ja, dat is goud hoor, zo'n voerboot. Kan er gewoon niet lekker compact bijvoeren. Niet te veel, maar het lokt toch de vis. En lekker snelle aanmeten forceren. Ja, dat is goud. Dat is goud, hè. Dat is handel. Het is nu denk ik 7:15. Andere vis hadden we om 6:30. Nee, 6:00. Oh, kut. Hij blijft concentreren. Dus twee vissen snel achter elkaar op dezelfde stek. Misschien zo'n tenor eentje. En snel de hengel terug. Hoppa. Ik ben nu met chefkok Sydney van Wijk. Wat staat er in de ochtend op het menu? Oh, Plato's. Plato's. En waar heb je dat geleerd? Ja, toch echt wel van het DW Fishing Team. Ja, het is het beste ontbijt dat er is, jongens. Lekker vlammetjes stukje. Genieten. 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 Je moet ook nog even een SO doen. Oh ja, SO naar Visnift uit Schepluiden. Het zijn de echte visnifters. Echte barrelui. Echte barrelui. Good Angles. Ah jongens, lekker een vlamtostje gaan pakken, maar Sydney zijn eigenlijk een kwalijke kwestie aan het bespreken. Ja. Kan je het wel noemen, hè? Eigenlijk wel. Kijk, we zitten in de statistieken van Instagram te kijken. En wat zien we nou? 94% man en maar 6% vrouw. Ja, dat is geen handel. Nee, dat percentage vrouwen moet echt omhoog. Dus, ik denk dat je ook merchandise moet verkopen voor vrouwen. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk gewoon dat we gewoon iedereen tegen zijn knappe zus van een jaartje van 1920 moet zeggen, volgende week visteam even. Ja. Ja. Dat moet iedereen in. Sowieso doen. Ja, dus doe dat even. Kunnen wij eens even binnen hengelen, weet je. Juist. Dan vissen we niet naast het net. Ah, zo jongens, dit is hem dan. De bak van de ochtend. Ah, kijk eens even aan dan. Wat een vis, joh. Ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat hij zo groot was. Zeker niet toen we het water zagen. Maar 13,5 kilo. Zo'n 27 pond. Eén grootste vis voor mij van dit jaar. Echt super mooie schip. Moet je kijken dan. Die ene beschadiging zo. Ah, op zijn flank. Op een single tijgenootje. En ja, echt super mooie vis. Super mooie kleur ook. En met de DW Fish Team Gelukspolo, zoals je ziet. Ja, dan vang je die echte bakken. Binnenkort kan je het kopen. Hou de Instagram in de gaten en de YouTube. Prachtig, wat een vis. Heerlijk joh. Laat maar even de andere kant zien. Grote vinnen, jongen. Hij is breed en lang. Echt een super, super mooie vis. Daar ben ik blij mee. Heerlijk. Ik ga nou de foto zetten. Dan kan hij daarna weer lekker zwemmen. Top. Zo, jij jong. Hij maakt veel snel vrienden. Ja, dat ben ik. Hoeveel uur? Dobre, polies, polies. Trekken? Ja, ja. Schema. Vandaag? Goed, ik heb ze schatten. Goed, hè. Catch and release. Ja. Ja, jongens, het is zover. Het welgekende fenomeen, Chitter de Brasemkoning is terug. Want we zijn hier een lekkere brasem aan het rillen. Ik ken de zwemmen van de bocht. Wat nou ook echt kut is aan een brasem vangen. Heel je tost die was aangewand. Ik heb het nu een beetje afgehaald. Wat een bagger zo. Altijd. Nou dames en heren, het is echt nog geen 5 minuten verder. En het is sowieso weer brasemtijd. Wacht, ik doe even die lijn slap. Dan kan je het zien. Zo jongens, ik heb nog een vis verspeeld helaas op mijn hengel.
Gewoon lekker de spulletjes aan het opruimen. Zeker. Dus dit wordt ook het einde van de sessie. Zo, weekend nu weer even normaal dicht. Nou. Niet helemaal. Nu wel. Kijk, mijn spulletjes zijn eruit. We zijn weer thuis. Einde van de sessie. Ja, geslaagd. Vond je het een lekker nachtje? Best nachtje. Veel slaap, veel runs. Kijk, helemaal super. Vond je de video nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En we zien jullie weer. Later.